ik speedrunner versus jagers. Alleen is mijn beste vriend Alex de jager die mij probeert te vermoorden. En mijn enige doel is om een diamond te vinden om van hem te winnen. Alleen hebben we beide maar 24 uur de tijd hiervoor. En druk zeker op dat duimpje omhoog op deze video, want anders komt Alex jou ook halen. Oh, je weet zeker dat je mij kan stoppen terwijl ik de speedrunner ben en jij bent de jager zometeen. Is dit nog een vraag, Dennis? Natuurlijk kan ik jou stoppen. Oh, Alex, het enige wat je hebt, maar wat je pas na 1 minuut mag gebruiken, is een kompas. Een soort van speciaal kompas, waardoor je weet waar ik naartoe ga natuurlijk. Dat klinkt ouderwets. Ik wens je heel veel succes. Tijdens 10 minuut mag je wel wat spullen verzamelen, maar mij niet achterna zitten. Dus doe je, loser! Hey. Oké, okay, rennen, want ik heb net al wat gespot, wat mij natuurlijk al een kleine voorsprong gaat geven. Want zoals je al kan zien, in de verte staat daar natuurlijk een village. En ik denk dat Alex dat zelf niet weet, maar hij zal waarschijnlijk nu ook wel wat spulletjes aan het verzamelen zijn. Laten we snel naar de village gaan rennen. Ik zie hier een paar koetjes lopen en het is sowieso handig om eten te verzamelen. Ik denk niet dat dit iets wat is wat Dennis echt gaat uitmaken, denk ik. Maar al heeft Dennis zo meteen geen eten en ik wel, dan kan ik achter hem aan blijven rennen terwijl hij dat niet kan. En dan kan ik hem super makkelijk... Kom eens hier, kom, ik zit in mijn gesprek. Het duurt te lang met jou. Ah, misschien is het ook wat handiger, al maak ik een paar kleine tools. Zoals wat houten tools, een beetje een zwaardje. Dan gaat het ook wat makkelijker met jagen hier zo natuurlijk. Oh, kijk eens aan, ik heb hier een hooiballen natuurlijk, die ik mooi mee ga nemen. Want Alex gaat waarschijnlijk het eten vergeten. Tenminste, dat denk ik. En als je de hele tijd aan het rennen bent, heb je natuurlijk ook eten nodig. Dit gaat me heel wat broodjes geven natuurlijk. Wat ik ook moet hebben is een klein beetje hout, zodat ik beginnerstools kan maken. Een zwaardje om mezelf te verdedigen tegen natuurlijk die gemene Alex. En ja, gewoon een natuurlijke tool zoals een pickaxe. Want we moeten dus een diamond vinden. Alex heeft nu al steen gevonden. Ik ga me heel goed voorbereiden om Dennis aan te pakken zometeen. Zo goed dat ik gelijk super goede tools moet hebben als de minuut ingaat. Of als de minuut voorbij is tenminste. Oké, kijk eens aan. Dat is een zwaardje. Dan moeten we sowieso nog een pickaxe hebben. Want we moeten dus een diamond vinden. En laten we ook maar gewoon een hakbel erbij gaan maken. En trouwens, wat ik hier ook zie is heel veel water. Dus ja, voor de zekerheid iets meer hout verzamelen. Zodat we natuurlijk ook een bootje kunnen maken. Dat we een beetje de oceaan op kunnen om natuurlijk van Alex te ontsnappen. En misschien dat we daar wel wat leuks kunnen vinden. Dat we een andere village tegenkomen. Je weet maar nooit. Oké, snel van deze logs natuurlijk wat planks maken. En van de planks maken we mooi op deze manier 2 bootjes. Eigenlijk moeten we ook even kijken of we de iron golem hier ergens nog in de village hebben. Die we kunnen killen voor wat iron. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, de tijd is ingegaan. De kist staat hier. En in deze kist zit dus een speciaal kompas. En dit kompas brengt mij precies naar Dennis toe. Dennis is daar. Oké, rechtdoor, Alex. Oké, kom op. We zijn al iron golem hier langzaam aan het killen. Want dat iron kunnen we echt goed gebruiken. Maar ik heb zo vermoeden dat de tijd van Alex ook al elk moment voorbij is. En dat hij dus in de handen is van zijn geheime kompas of iets. Oké, laten we heel snel deze iron golem gaan killen. Is Dennis nou letterlijk naar een village gegaan? Hoe kan hij zien zo snel? Oh, wacht eens even. Acquire hardware. Betekent dat niet dat je iron vindt? Oh nee. Is die letterlijk aan het minen? Waar kan die zijn? Hopelijk zit hij niet ondergronds. Ik bedoel, dit kompas dat wijst toch nooit ondergronds? Oh, waar kan die zijn? Daar zit hij. Hij heeft een boot. Oké, wacht. Alex? Go. Wat doe jij hier? Kom met Dennis. Oh nee. Alex. Geloof me, dat weet ik niet. Alex, luister. Ik heb een iron zwaard, dus ik zal wel snel terug gaan naar de village om je iets mee te voor te bereiden als ik jou was. Kom jij nu al iron? Ik heb de iron golem gekild, maar er ligt daar nog heel wat goede loot. Dus ik zou nu nog niet gaan vechten, want dat ga je zeker niet winnen, kan ik je vertellen. En ik heb heel veel eten. Hey Dennis, je veter zit los, dat weet je wel, hè? Wat is dat daarachter? Is dat meneer Kippie nou op het land? Je veter, Dennis. Alex, ik heb geen veter. Wegwezen jij! Oh nee, ik moet je afschudden op een of andere manier. Hier komen jij! Oh nee, hoezo ben je zo snel met die boot? Ik kan super snel paddelen! Ik weet wat ik moet doen. Ik moet je denk ik uitschakelen om even verder te gaan. Ik moet je uitschakelen. Kom hier, Alex! Kom hier! Oh nee, kom hier! Oh nee, ik ben bijna dood. Ik ben één hartje! Nee, ik heb je!
Oké, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Snel een beetje eten, snel een beetje eten. Ik moet me beter voorbereiden. Dit kan hij niet maken. Hoe kan hij mij zomaar doodmaken? Ik ga me gewoon super goed voorbereiden. Dat hij mij nooit meer wat aan kan doen. Dennis heeft een ijzeren zwaard. En dat is het enige item wat sterker is dan mijn items. Alleen is iron helemaal niet zo moeilijk om aan te komen. Denk ik dan toch? Ik zou gewoon kunnen gaan minen hier beneden. Misschien dat ik dan wel wat iron kan vinden. Je weet maar nooit. Ik was hier net letterlijk aan het varen. En ik zag daar een soort van magma blok. Maar toen viel me iets op. Ik zie hier namelijk een soort van mega pilaar onder water. En dat lijkt op een shipwreck wat we hebben gevonden. Oké, laten we even een broodje eten en een kijkje gaan nemen. Ik hoop dat, weet je wat, we halen ons bootje voor nu gewoon even weg. Zodat Alex niet ziet dat we hier zijn natuurlijk. Oké, we hebben hier dus een mega shipwreck wat we kunnen looten. Er moet hier toch wel vast ergens een kist zijn. Oké, Oké, daar zit een kist. Nee, oh nee, we moeten belletjes halen. Snel naar boven, nou, snel naar boven. Kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, we weten dat daar een kist zit. Snel wat ademhalen hier. En dan snel naar beneden duiken om die kist te openen. Kom op, daar kan hele goede loot in zitten. Oké, door de deur, snel de kist pakken. En wow, oké, dat is mega veel iron. 15 iron. Weet je wel niet hoeveel armor we daarvan kunnen maken? En we moeten weer naar boven. We kunnen kijken of er nog veel meer kisten zijn dan dit. Oké, eens even kijken. Even ademhalen en weer diep naar beneden. Ik zie hier verder alleen nog maar koper liggen. Ik heb wel een beetje iron, dus dat gaat al wel goed. Ik heb er 3. Daarmee kan ik sowieso een zwaard maken trouwens. Oké, ik sta hier veilig in de deur dat ik natuurlijk gewoon onder water kan ademen. Want bij een deur kan je gewoon altijd ademen en ik heb hier nog een kist gevonden. En daar zit gewoon een buried treasure map in. Oftewel een schatkaart. En dat kon ons misschien wel brengen naar een diamond. Maar zit er niet nog een kist hier in dit schip? En weet je wat we trouwens in de tussentijd ook kunnen doen? We plaatsen hier snel even een crafting table. Dan kunnen we namelijk een klein beetje armor maken met het iron wat we natuurlijk hebben. En ik denk dat Alex dat ook ziet. Suit up. Hoe heeft Dennis nu al iron armor? Oh, ik moet een oven hebben. Waar kan ik zo snel een oven vinden? Ik weet dat er daar een crafting table staat. Daarmee kan ik een oven maken, want ik heb genoeg spulletjes bij me. Dan ga ik mijn iron smelten en dan ga ik zo snel mogelijk iron tools zien te maken. Maar ik heb meer iron nodig. Ik heb er maar 3. Oh, er staat hier nog een kist met TNT, aardappels. Oké, snel alles pakken. Ik heb geen idee wat erin zit, maar we hebben allemaal luchtbelletjes waar we rekening mee moeten houden. Oké, snel naar boven. Ademhalen, 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 ademhalen. Eén belletje. En oké, dat scheelde echt niks. Oké, laten we onze boot pakken en laten we gaan vertrekken. We gaan denk ik een beetje naar het ijsgebied hier zo. Oké, we hebben dus 2 TNT gekregen. Een helmpje van Leather. Oké, die gaan we zeker gebruiken, want dat hadden we nog niet. Het TNT, daar kunnen we misschien Alex mee opblazen. Maar laten we maar de schatkaart gaan volgen. En welke kant is dat op? Want ons enige doel is eigenlijk om een diamond te vinden. Oké, we gaan die kant op. Dus we moeten denk ik een klein beetje hier naar boven en dan opzij. Oké, laten we deze kant op gaan. Oké, het iron heb ik klaar. Ik heb ook wat eten hier zo liggen. Dus daarmee kan ik nu sowieso... Wacht, ik heb een beter idee. Wat is er sterker dan een iron zwaard? Natuurlijk een iron hakbel. Die gaat hij nooit verwachten. En al dit lekkere eten, dat is ook lekker van mij. Dat kan ik zo opeten. Alleen ga ik dat nu nog niet opeten. Het eten wat ik nu ga opeten zijn namelijk alle broodjes. Dit voelt namelijk net wat minder snel dan steaks. Dus steaks kan ik super goed gebruiken als zit ik in een achtervolging met Dennis. Oké, ik heb een klein probleempje. Ik dacht dat Alex mijn obstakel zou zijn, maar momenteel zijn dat ijsberen. Denk ik al een tijdje niet hebben gegeten en uit een soort van winterslaapje komen. En daar moet ik als een eendje langs heen. Oké, ik denk dat we maar langzaam gewoon moeten kruipen. En ik denk dat deze me wel in het vizier heeft. En maar elk moment aan het wachten is totdat ik oversteek. Oké, moet er nog een klein stukje die kant op, lijkt het wel. Ik ben heel erg slecht in schatkaarten lezen. Waar, oh waar kan Dennis zijn? Oké, het is zover. Ik ga er gewoon op af. Zit hij nou letterlijk in dit ijsgebied hier zo? Normaal heeft Dennis het supersnel koud. Wat doet hij daar? Er staan hier ook allemaal gevaarlijke ijsberen. Dennis is echt hartstikke bang voor ijsberen. Ik bedoel, het is een eendje. Ijsberen eten toch eentjes, lijkt mij, als die hier rond zou lopen. Dus wat doet Dennis hier dan nou weer? Oké, het lijkt erop dat we sowieso de goede kant op gaan. Want het kruisje is daar zo in de verte. Dus we moeten nog maar een klein stukje. En dan hebben we de schatkaart, of nou ja, de schat gevonden. Dan moeten we hem alleen nog uitgraven. Oké, het lijkt alsof het deze kant op is. Ik zie hier ook allemaal zand. En een schat zit altijd verstopt onder het zand. Wisten jullie dat er een trucje is waarmee je supersnel over het ijs kan? Oké, de tracker zegt dat Dennis daar op het moment is. Dus wat ik ga doen is, ik zet mijn bootje op het ijs. En 3, 2, 1. Wow, dat gaat zo snel, dat gaat zo snel. Oh, dat was...
was zo cool. Maar waar kan Dennis nu zijn? Ik zie hier wel wat land. En ik neem mijn bootje natuurlijk weer mee. Oké, hij trackt hem naar hier. Betekent dat dan dat hij hier ergens het sneeuwgebied in is gegaan? Wacht eens even. Ik zie daar iemand zand scheppen. Is dat Dennis? Dat moet haast wel. Waarom zou Dennis hier zand scheppen? Oh, de schatkaart zegt letterlijk dat de schat hier ergens hoort te zitten. Ik sta onder het kruisje. Nee, hoe kan zo'n schat zijn? Nou, hier Schatkaart! Oh, nee! Oh, deze bel is veel te sterk. Dennis gaat nooit die diamond vinden. Wat is nu hetgene wat Dennis hier nou weer aan het zoeken was? Oké. Oh, wacht eens even. Wat is dit nou weer? Is dit waar Dennis naar op zoek was? Er zit hier letterlijk een diamond in. Wow, ik ben rijk. Oh, meen je dit nou? Ik ben ook nog eens dood gegaan, dus ik heb verloren. En Alex heeft ook nog eens een diamond gevonden. Nou ja, dit